lekker. Dit is een filmpje. Ja. Even stil. En ik ben de tante van Mette. En wij zijn 10 jaar geleden naar Vancouver Island geëmigreerd. En we hebben 2 kinderen. Dat zijn Mette's en neefje en nichtje. Dat is Sora. Sora. She's Sora. En een monkey. En dat is Mika. Mika monkey. Mika meis. Mika is, hoe oud ben jij, Mika? 11. 11 jaar oud. En Zora is, hoe oud ben jij? 7. 7 jaar oud. En waar is Zora geboren? Hier in Canada. In Canada. En waar is Mika geboren? In Holland. In Holland. En we gaan jullie even laten zien waar we precies wonen. Dit is ons huis. Tadadadada. En we wonen op 6 hectare grond. Dit allemaal is van ons. En het is een beetje een kleine boerderij. En dit is Dutchy. Dit is Dutch. Zit Dutchy. Ja. En je vraagt je zeker wel af waarom hij Dutch heet. Maar dat moet je maar even aan Mette vragen waarom hij Dutch heet. Ja, want wat is Dutch? Want wat is Dutch? Dutch is... Nederland. Nederland. Oké. Okay. We zullen jullie even laten zien wat Mika en Zora zoal doen de hele dag. Oké. Okay. Mika, laat ook de auto maar even zien, want het is natuurlijk wel een hele grote auto voor in Nederland. Oké, ga er maar even naast staan. Dit is Hemi. 5.7 liter Dodge Ram. It's a Dodge Ram. Oké. Okay. En waarom moeten we zulke grote auto's rijden hier? Omdat de kinderen een grote mond hebben. Nee! Because we live on a farm. And what do we put in the back of the truck? Mess. Messes. Lots of messes. Rommel. And we have rotzooi. TV. Ah, dat is waar. TV, okay. In de auto. En de televisie in de auto. Ja, dat hebben ze in Nederland ook. Oké, dan ga ik even naar de andere kant. Dit is... Ben. Dit is Ben. Mika. Dit is Ben. People the clown. Dat is oma Ben. Oma Ben. People the clown. Oké. En wat hebben we hier dan? Oh, sorry. Wat hebben we hier? Wat is dat gebouwtje daar? De cabin. En hoe oud is de cabin? 100 jaar oud. Meer dan 100 jaar oud. Ja. Door de pioniers neergezet. En dat is onze bed and breakfast. Daar krijgen we allemaal gasten in het hele jaar door. Ah, wie hebben we daar? Twinkle. Twinkle is the feisty cat. Yeah. If she doesn't like you, she'll attack you. Valt aan. Oké. Okay. Ik zal nog even een ander clipje zo even filmen. En dan gaan Mika en Zora zo direct even nog wat anders laten zien wat ze hier zo al doen. Dat was Zora. Another raven. Okay. Oh, really? Het is ons oude schuurtje en allemaal kippen. En Mika houdt ook van basketbal spelen. En in de achtergrond zie je onze rijbak voor de paarden. En daar gaat Ben naar zijn domein. Dat is waar alle auto's staan. Nou, tot zomaar weer. Hi, hier zijn we weer. Dit is Tinker met Zora. En dit is Zora's pony. En in English they call it a pony. Almost the same. Bijna hetzelfde. Zora, wat kan je ons over Tinker vertellen? Hoe oud is Tinker? Do you know how old Tinker is? Nee. Not really, eh? We got Tinker about, how long ago, Zora? We got her about... 3 years ago? Yeah, I think it's almost 4 now. So, and we don't really know how old she is. We think she's about tussen de 10 en de 15 jaar. And Tinker is a miniature horse.
En ze is heel lief, hè? En nou, laat maar even zien. Gaan we even een stukje rijden, als je kan. We hebben geen zadel, we hebben het gewoon maar even zo erop gezet. There she goes. En soms gaat Sora naar de show, of soms gaat ze gewoon even lekker een stukje rijden. En je kan ook eventjes naar deze kant gaan, Sora. Dan kunnen we ook even het bos laten zien. Want we hebben ook ons eigen bos. Oh, Tienke is soms wel een beetje stubborn. En dat zijn ook alle andere paarden. Die kunnen we dan ook even laten zien. Hoe heten alle andere paarden, Sora? Jewel is de... Hoe, wat voor kleur is Jewel? Zwart. Zwart, ja. En wie staat er naast Jewel? Lin, ja. En dan hebben we Storm. En dan daar is nog Didi. En Didi is hier ook geboren, net als Sora. En dan ga ik nog even naar de achterkant. Dan kunnen jullie ook ons bos nog zien. Er lopen allemaal paden doorheen. Een groot stuk veld. Nou, gaan we even een stukje rijden. En dat is dan weer genoeg geweest. Zeg maar dag alle kindjes in Nederland. Alle kinderen. En geen kindjes meer. Oké. Zwaai maar even. Doeg! Dat zeggen ze in Nederland. Doeg! Zo. Dit doen Mika en Sora ook graag. Een beetje fietsen. Maar hoe gaat dat fietsen hier, Mika? Hebben ze hier ook fietspaden zoals in Nederland? Nee. Nee, hè? Het is helemaal niet. Helemaal niks, hè? Dus dit is een stuk gevaarlijker hier fietsen, hè? Ja. Ja. Dus wat moet je meestal op je hoofd dragen, als je gaat fietsen? Een helm. Een helm, dat is waar. Alhoewel Mika en Sora nu geen helm op hebben, want we zijn nu gewoon thuis aan het fietsen. Maar als we op de weg willen fietsen, dan moeten we een helm op. Dat is waar. En Mika die vindt het leukste om te unicyclen. Op een eenwieler heet dat in Nederlands. Wist je dat, Mika? Ja. Nou, laat maar even wat zien en dan ga ik even Mieke wat vragen over zijn school. Nou, gaat hij even laten zien wat hij kan. Mieke heeft dat ongeveer ik denk dat hij nu een jaar geleden heeft geleerd om te unicyclen. En dat vindt hij heel erg leuk. Oh, daar komt de buurmeisje ook aan. Oh! Zo, Mieke, dus als je naar school gaat... Hoe ga je dan naar school toe? Ga je op de fiets naar school? Nee, met de truck. Met de truck gaan we naar school, hè? Want hoe ver is dat ongeveer rijden? Hoeveel minuutjes is het van school naar school toe? Ongeveer 10 minuten, is het waar? 15 minutes, 10 to 15 minutes, hè? Ja. En wat wilde ik je nog meer vragen? En hoe heet jouw school? Evergreen Independent School. Het is een private school, hè? Ja. Het is geen public school zoals waar Mette op zit, maar het is een private school. Dus, en is het een leuke school? Ja. Ja, wel leuk, hè? Ja, vinden we ook wel. Oké. Nou, dat wilden we alleen nog eventjes vertellen. Nou, zeg maar weer even gedag dan. Naar Mette en alle andere kinderen gaan nog even... Mette en alle andere kinderen in Mette's klas. Dus, en we zien er heel erg naar uit om Mette hier in de zomer over te hebben. Dan komt ze eindelijk een keer bekijken waar we wonen. Hè? Ja. Nou, ga nog maar even een rondje fietsen en dan zal ik het nog even filmen. Mika vindt het ook erg leuk om zijn zusje te pesten. Oké. Dag allemaal. Bye.